Hallo, ik ben Nicolas en ik werk bij Klassement. Ik heb het geluk dat ik thuis kan werken, maar hier lopen ook twee kinderen rond. Eentje van de lagere school, derde leerjaar, en een zoontje van 5 jaar, bijna 5 jaar, uit de kleuterschool. Hoe pakken we dit aan? Ik ga het eventjes uitleggen. Ik heb een dagschema gemaakt met mooie picto's, zodat ook mijn zoontje dit goed kan begrijpen. Hier staat op wat ze allemaal moeten of mogen doen. En ook de momentjes waarop dat ze stil moeten zijn, zodat ik zelf eventjes rustig kan telewerken. Dit is onze dochter en zij zit in het derde leerjaar. Zij krijgt elke dag een beetje werk van haar juffrouw en daar werkt zij momenteel heel vlijtig aan. Goed bezig, Mila. Dit is onze zoon Floris. Die zit in het tweede kleuterklasje. Voor hem heb ik een paar werkblaadjes en oefeningetjes afgeprint van Klassement. En hier op de chauffage hangen de oefeningetjes die hij moet maken vandaag. Twee knipoefeningen. Een schrijfoefeningetje en puzzelen. Zo heeft hij vandaag een matrix gemaakt. En al die oefeningetjes die steek ik in dozen, zodat hij gemakkelijk op zoek kan gaan naar het juiste blaadje. En als zijn oefening klaar is, dan hangt hij het papiertje naar boven. Dus nu gaat hij nog een puzzel maken.